Ik maak deze keer van deze foto een schilderijtje. En dat ga ik doen zonder het olieverffilter. Want het olieverfilter, dat vind je hierboven bij filter en dan heb je stileren en olieverf staan. Dat is alleen maar geschikt bij de juiste grafische kaart. Heb je niet de goede grafische kaart, volgens Adobe dan, want misschien is jouw grafische kaart wel veel beter, dan werkt het filter niet. En dat is eigenlijk best wel vervelend. Maar er zijn andere manieren om schilderijen te faken. Er zijn natuurlijk ook tal van schilderijstijlen. En we gaan gewoon aan de slag. Om te beginnen ga ik mijn laag omzetten naar een slim object. En waarom doe ik dat? Nou, ik ga dadelijk een aantal filters toevoegen en die filters die wil ik eventueel later nog aanpassen of ik wil nog wat kleine dingetjes aan die filters gaan doen. Ik wil in ieder geval werken op een manier dat ik altijd terug kan naar mijn origineel. En dat kun je dus met slim object. Dat doe je hierboven bij laag en dan kies je voor slimme objecten en dan zeg je omzetten in slim object. En je laag heet opeens niet meer achtergrond, maar laag 0. En daar staat een heel klein icoontje bij. Vervolgens kunnen we aan de slag om filters toe te gaan voegen. En de filters die we gaan toevoegen, die gaan allemaal via de filtergalerie. En die vind je hierboven en dan heb je daar filtergalerie staan. Je kunt met rechts op de foto klikken en dan te kiezen voor hieronder in weergave. Om gewoon je complete foto te zien. Dat werkt een klein beetje makkelijk. Het eerste filter wat ik toe ga passen, dat vind je hieronder bij vervorm. En dat is oceaanrimpel. En je ziet, je foto wordt al heel anders, maar dit kunnen we natuurlijk nog aanpassen. Je hebt de grootte van de rimpel en je hebt de vervorming van de rimpel. En als ik ze bijvoorbeeld allebei eens op 0 zet, dan zie je dat er eigenlijk niks verandert. En dat is ook heel logisch natuurlijk. Gaan we allebei naar 1, of bij de grootte naar 2. Dan zie je dat je met de vervorming van de rimpel de foto eigenlijk een klein beetje gaat verschuiven. En je effect wordt natuurlijk ook wel groter. Die verschuiving wil je echter een klein beetje tot het minimum beperken. Dus ik hou de vervorming van de rimpel in dit geval op 1. En ik zoom even in naar 100% om makkelijker te kunnen zien wat ik aan het doen ben. De grootte van de rimpel, dat is eigenlijk hetgene waar we mee gaan spelen. En welke waarde je hier kiest, dat hangt een beetje af van de resolutie van je foto. Maar ga je heel erg hoog zitten, dan worden de fijne lijntjes heel erg kartelig. En ik vind de waterrand hier bijvoorbeeld absoluut niet mooi. Dus ik ga wat lager zitten en ik kom in dit geval bij 6 uit. En ik denk dat dit op zich wel aardig is. En ik druk gewoon op OK. Omdat we werken met slimme filters, wordt dit filter hier nou onder bijgeplakt. En dat is mooi, want het betekent dat ik het nog aan kan passen. Dubbelklik ik er nou op. Dan kom ik terug in het filter en ik heb nog steeds dezelfde instellingen. En ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou, we gaan de grootte van de rimpel naar 8 verplaatsen. En als ik dan op oké OK druk, dan is dat ook gebeurd. Het tweede filter wat we toe gaan passen, wederom uit de filtergalerie. En dit keer vind je dat bij penseelstreek. En ik ga weer even het huisje terughalen, want dat is mijn centrale item eigenlijk. En het filter wat we deze keer toepassen, dat is Spetters. Ik adviseer je om de straal tussen de 10 en de 15 te houden. Als je het hoger zet, dan wordt het allemaal wat gedetailleerder. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel belangrijk dat de berg hierbovenin goed zichtbaar blijft. En ik merk dat dat met een straal van 10 toch wel redelijk gebeurt. Zeker als je de hele foto laat zien. En eventueel kun je nog wat met het vloeien spelen. Maar zorg in ieder geval dat je een beetje een scherpe foto overhoudt. En deze waardes vind ik wel aardig. Ik bedoel, het gaat een beetje om de feeling. Het gaat niet om de absolute wetenschap van getallen. Het gaat er gewoon om: wat vind jij mooi op het scherm? Hou dat gewoon aan. En tot slot ga ik een derde filter toepassen. En dat derde filter wederom in de filtergallery. Dat vind je bij schets. En dan heb je hier waterpapier staan. En nu gebeuren er wel verschillende dingen. Door het waterpapierfilter wordt eigenlijk het zwart diep zwart. Het loopt meteen dicht. Dat zie je hier in de bomen. Nou, als, ik bijvoorbeeld heel eventjes, uh, als ik bijvoorbeeld eventjes een arceringsfilter kies, dan zie je dat er veel meer detail in zit. Maar ik ga in dit geval voor waterpapier en dat hele donkere, dat komt dadelijk eigenlijk nog wel goed. Met de lengte van de vezel bepaal je eigenlijk de kruisjes in je foto. Als ik dat even heel extreem zet, dan zie je wat er gebeurt. Nou, dat vind ik wel weer te, dus ik ga rond de 15 zitten. De helderheid houdt die ongeveer rond de 60. Ga je hem lichter maken? Natuurlijk kan dat, maar dat wordt voor je kleuren niet mooier. En ga je hem donkerder maken? Dan is dat ook niet al te fraai. En het contrast houdt dat ook gewoon rond de standaard van 80. En je klikt op OK. Het contrast in je foto is opeens veel harder, maar dat kunnen we nog veranderen, want we werken met slimme filters. En we kunnen ook aanpassen hoe die filters werken op de foto. Je kunt dubbelklikken op het woord Filter Gallery om terug te gaan naar je filter, maar daarnaast heb je nog een heel klein icoontje. Als je daarop dubbelklikt, dan krijg je het volgende venster voor je neus. En dit venster gaat erover hoe het filter werkt. Je kunt om te beginnen de dekking veranderen. En dat zou ik bij het waterpapier doen, naar ongeveer 50%. Daarmee wordt het filter eigenlijk gewoon een soort transparant. En de modus van het filter kun je veranderen. Die staat nu op normaal. Maar als we die op lichter zetten, dan zie je wat er gebeurt in de schaduw van mijn bomen. Mijn detaillering is opeens terug. En ik vind dit op zich wel fraai ben ik er nu? Nee, nog niet helemaal. Ik wil nog een klein accent gaan toebrengen op de lijntjes in de foto. En dat ga ik wederom doen met een filter, maar dat kan niet op deze laag. Daarvoor moet ik eigenlijk de laag even dupliceren of kopiëren. En dat kun je heel eenvoudig gewoon via laag en dan heb je daar staan laag dupliceren. Nou, hij vraagt om een naam, die geef ik hem in dit geval niet. Ik druk gewoon op oké. OK. En je ziet, er komt bovenaan een nieuwe laag met alle filters er los onder. Die filters die mogen op zich best behouden blijven, want als je die zou weggooien, ik zet ze eventjes uit, dan val ik terug naar de normale foto. Dat is niet de bedoeling, ik moet wel in een gefilterd object blijven werken. Maar zoals ik net zei, ik kan dat eigenlijk niet op deze laag doen. Dus ik ga deze laag een soort van samenvatten tot een nieuw slim object. En dat doe ik wederom via laag slimme objecten en ik zeg omzetten in slim object. En wat er dan gebeurt, mijn drie filters die ik toe heb gepast, die worden eigenlijk samengevouwen in deze foto. Dubbel klik je er nu op, dan opent zich dit in een nieuw document en dan heb je daar die losse foto's weer staan. Nou, dat is op zich helemaal niet van toepassing, het gaat er maar om dat de filters bewaard blijven. Maar het is dus nog steeds een slim object en ik ga via de Filter Gallery weer een nieuw filter toepassen. En het filter wat ik deze keer moet hebben, dat vind je hier bij Styleer en dat heet Oplichtende Rand. En zou ik nu de foto hebben zonder die filters, dan zouden bijvoorbeeld de lijntjes van mijn huisje gewoon keurig strak zijn. Dat is niet de bedoeling. We willen natuurlijk uitgaan van hetgene tot wat we hadden gemaakt. Ik zet de breedte niet te hoog, de helderheid wel een klein beetje aan de hoge kant. En de vloeiendheid maak ik ook gewoon wat groter, zodat ik een mooie contour krijg van dit landschap. En ik druk vervolgens op OK. Nu is dit nog niet helemaal goed. Hier moet ik wat verschillende dingen aan gaan doen. Ik moet om te beginnen alle kleur eruit halen. Je ziet zwart, je ziet wit, maar je ziet ook blauw en geel. En daar zit ik allemaal niet op te wachten. Dus ik ga hierboven naar afbeelding. Aanpassingen. En ik klik daar op kleurtoon en verzadiging. En ik sleep gewoon de verzadiging eruit. En mijn afbeelding is zwart en wit. Nu wil ik het zwarte eigenlijk gewoon nog wat zwarterder maken. En het. Witte eigenlijk nog een klein beetje witter eh, en het grijs een klein beetje nivelleren En dat doe ik via niveaus. Dat gaat hierboven bij afbeelding, aanpassingen en dan heb je niveaus. En wat je dan kunt doen is je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou alle witpunten die sleep ik wat naar links. Waardoor er meer absoluut wit in komt. En dat doe ik eigenlijk ook gewoon met zwart. En ik krijg zo veel strakkere lijntjes. Eventueel kun je nog met het grijs punt eh, goochelen. Door het gewoon wat naar links en naar rechts te slepen. Maar dat kun je ook gewoon rond de 1 houden. En ik druk op oké. OK. Wat nu wit is, dat moet eigenlijk zwart worden. Want die zwarte lijntjes, die moeten een accent gaan vormen in de onderliggende foto. En dat doe je heel eenvoudig door de foto negatief te maken. Via hierboven afbeelding, aanpassingen en daar negatief te klikken. En je hebt dan een wit vlak met zwarte lijntjes. En je kunt in Photoshop heel makkelijk zeggen van nou, gooi dat wit gewoon allemaal weg, laat dat niet zien. En hou alleen het zwart over. En dat doe je door de dekking van de laag te veranderen van normaal naar vermenigvuldigen. En je ziet, het wit is allemaal weg, maar er loopt wel een zwart lijntje over mijn foto. Als ik het bijvoorbeeld even uitzet, dan zie je heel goed wat het verschil is. Zeg je nou, dit zwarte lijntje dat is eigenlijk gewoon veel te grof. Geen probleem, je kunt gewoon allerlei dingen aanpassen. Als ik bijvoorbeeld even de drie filters uitzet, dan zie je mijn oorspronkelijke filtergalerie. En hier zit dus dat element van dat harde lijntje in. Nou, dubbelklik op het woord filtergalerie, zoek die harde lijntjes op en maak ze gewoon wat vloeiender. Zet de helderheid wat zachter en maak ze eventueel wat breder. En het wordt gewoon aangepast. Nou, kleurtoonverzadiging mag gewoon actief blijven. Ook de niveaus houd ik eens hetzelfde. En ik druk wederom op omkeren. Nou, en het is al een stukje beter. Eventueel kun je ook nog gewoon de dekking van deze laag wat verzachten. Om het effect een klein beetje te temperen. Maar het geeft net even iets meer body aan je afbeelding. En zo eenvoudig is het dus om zonder het olieverffilter filter een foto om te zetten in een leuk schilderij. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei. doei.